zelf hartstikke leuk dat ik als burgemeester ter gelegenheid van 200-jarig bestaan van de gemeente Voorst, dat we nu gewoon uit alle dorpen mensen ophalen, dat we die mee gaan nemen naar de ontmoeting midden in Twello, bij de plek waar de gemeente Voorst ooit de eerste raadsvergadering heeft gehouden. Welkom in de bus. Om Voorst 200 vast te vieren, wil ik u vast een kleinigheidje aanbieden. Ja, kunt u dat? Ja, prima. Ik ben mensen te ophalen voor mee naar Twello te gaan. Ja. Naar het 200 jaar Voorstfeest. Het is tijd om mee te gaan met de bus. Ah, is leuk hoor. Burgemeester van de gemeente Voorst zijn. Het is iedere dag een feest. Wat vinden jullie dat mensen? Dus kijk hoe mooi. Meneer Arbers, hartelijk welkom hier in de bus. Leuk ja, dat je er ook bij bent namens Teugen. Ja. Maar hoe is het in Teugen op dit moment in 2018? Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, positief. Ja. Allerlei ontwikkelingen in het dorp. Nou, Hot Item staat hier 100 meter verderop, maar dan moet je s'avonds zien, als het verlicht is, het gemeentehuis. Wat eigenlijk voor de hele gemeente Voorst kan daarvan genieten. En we krijgen ook hartverwarmende reacties daarop. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het ontwikkelen van de bibliotheek in Twello en de kerk in Beslo. Zonder vrijwilligers ben je natuurlijk nergens. Ja, bijvoorbeeld alleen al met de kermis. Iedereen is helemaal razend enthousiast tijdens zo'n kermis, alle klare bekers. Maar ja, zonder barpersoneel, zonder degene die het opzetten, die het opbouwen, ja, daar heb je geen kermis mee. Dus vrijwilligers is echt wel het allerbelangrijkste, denk ik, van een dorp. Ik ben blij dat binnenkort de tweede stap van de dorpsvisie, ontwikkeld door Terwolde in samenwerking met de gemeente Voorst, uitgevoerd wordt. Hier rijden we langs een heel bijzondere plek in Hebbroek, het MKZ-monument, als herdenking aan de Montenclausier-crisis. Grootste wens voor 2018? Pampus die bestaat in 2018 natuurlijk 50 jaar. En dan willen we een groot feest voor organiseren. Eigenlijk is onze wens dat dit echt een leuk, goed geslaagd feest wordt. Mijn wens voor 2018, ja. In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. En mijn grootste wens is dat iedereen die dat mag, gaat stemmen. We willen stappen gaan maken in de overname van de zaak van mijn ouders, van Ten Katen. Ja, ik kan natuurlijk niet alle wegen aflopen om alles op te ruimen. Ik zou willen dat meer mensen zeg maar, wat verder kijken dan hun eigen voortuin of stoep. En ook eens met een vuilniszak een keer rondgingen en wat rommel opruimen. Ja, ik ben ondernemer in de Vecht. En er zijn ontzettend veel ondernemers in de Vecht. Dat er eigenlijk meer inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel zijn dan dat er inwoners zijn in het dorp. Maar ja, het is ook geweldig wat jullie nu gemaakt hebben, van Willep en Cooper samen. Ja. CCW 16. Ja, ja, we gaan echt, het gaat echt vooruit. En dat is echt wel echt mooi om te merken hoe we de handen in hebben geslagen en hoe we dat samen bereikt hebben. Af en toe ga ik weer op vakantie en als je dan terugkomt, dan zie je pas hoe bevoorrecht je bent. Dit waren positieve woorden van een aantal inwoners uit onze mooie gemeente. 2018 wordt een mooi jaar. Vol vertrouwen, samen voort.